Ladies and gentlemen, welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon. En we zitten bij aflevering 19 alweer. Het gaat hard, het gaat ver, het gaat cool, het gaat leuk worden. Dat was geen correcte zin in Nederlands. Tot na de intro. Oké, people, let's go to work. En als er één ding mist in mijn attractiepark, is het wel de junior achtbaan. Want waar moet een kindje in als die geen achtbaan hebt? En die grote mensenachtbanen waar hij misschien niet in durft, hoort natuurlijk dit kleine minibaantje naast de golfbaanterrein en naast de grote dark ride wel ter plaatse. En ik heb hier wat bomen weggehaald, zodat we de plek hebben. Een mini-achtbaantje heeft nog niet zo heel veel plek nodig en dat scheelt. Dat scheelt heel erg veel. En dan slopen we gewoon dadelijk nog wat bomen. Ik heb het station gebouwd. En wat ik nou gelijk doe, ik ga gewoon een heel leuke layout maken. En een layoutje is altijd heel miniscuur. Ik laat hem hier denk ik over het water heen en over het golfterrein. Wat leuk, Vincent! Ben je daar zomaar op gekomen? Ja, zeker weten. We laten hem gewoon door de bomen gaan. Zo. Zo. Dan gaat hij zo. Ik weet niet of hij dit haalt. Dus we moeten sowieso een testronde doen. Dit zijn maar 3 karretjes. Hij wordt sowieso langer. Want we willen namelijk 1 lange trein van 2 rondjes. Dat is gewoon verplicht. Kinderen vinden dat heerlijk. 2 rondjes. Nou, laten we. Als ik ga doorbouwen, gaat hij hem testen. Ik laat hem hier een bochtje maken. In de hoop dat hij. Ik kan geen bochtje maken. Ik kan geen bochtje maken als ik hem schuin doe. Dat is jammer. Dat is even. Zo wel. Nee, gaat hij ook geen bochtje maken? Dat is stom. Ik vind het maar stom, dit. Ik kan helemaal niks doen. Kan ik nu ook geen bochtje dan? Nu wel. Dat is stom. Oh. Zo, ik maak gewoon een... Oh, stom, een layout. Ik maak gewoon even kijken. Zo, doen we hem naar onder. Ik moet hem even opnieuw laten testen, want hij bleef hangen daar, omdat hij geen genoeg... We moeten hem sowieso, de speed van omhoogtakeling moeten we sowieso wat sneller maken. Zo'n kettingliftheuvel heeft altijd wel wat meer speed nodig dan normaal. Kijk, nou heeft hij al wel lekker een vaartje en dan maakt hij een beetje een rups. Dat is een rups idee, hè? Dat weten jullie. Nou, dan gaat hij een bochtje. Gaat niet zo hard, hè? Een kinderachtbaantje hoeft niet hard, jongens. Jullie denken gelijk weer aan een hardcore. Hardcore to the bone. Is nergens voor nodig. Dat gaat hij natuurlijk weer niet pakken. Dit wel. Dat ziet er gaaf uit. Want dan ga je eronder door. Dan moeten we hem een bochtje laten maken. Zo, dit vereist concentratie, jongens. Zien jullie het? Zie je het aan mijn gezicht? Nee, hè? Dat dacht ik ook. Kijk hoe zacht hij gaat, ik weet het. Het is een beetje sad. Het is echt sad. Hij gaat echt keizacht. Damn. Oh, dat haalt hij niet eens. Jongens, ik moet die kettinglift moet ik harder maken. Want die achtbaan gaat echt keizacht. En dan haalt hij niet eens. Even kijken hoor. Kettinglift, waar zit je? Hier zo. Kettinglift. Zal ik hem 12 doen? Oh, ik doe hem gewoon max. Huppakee. En ik denk sowieso als je de treintjes minder doet. Dus als we nou zeggen van we doen 1 treintje minder. Dan gaat het goed komen. Nou, laten we hem testen. Kom op, test. Je kan het. Daar gaat hij al. Even kijken tot hoever die komt. Want ik vind dit wel echt een hele leuke layout. Dus dan ben ik heel erg benieuwd of hij dit gaat halen. Ja, daar komt de speed al. Oeh, kijk die speed, jongens. Nou, die kinderen gaan gillen. Ja. Nu gaat hij naar onder. Hopelijk houdt hij dit. Oh, hij gaat steeds zachter, jongens. Kom op. Ja. Kom op. Speed, hou die speed. Oh, damn. Nou, het moet niet gek worden nu. Dat haalt hij niet. Nee, haalt hij echt niet. Damn. Hoe moet ik nou dit ooit gaaf maken? Dan moet ik hem 2 keer omhoog laten takelen. Vind ik ook niet erg, want dat zie je ook nog wel eens bij achtbaan hoor. 2 keer omhoog, maar dan doen we wel 1 ritje. Ja, vind ik wel.
Zo. Hij is nou al vrij hoog hoor. Kinderen gaan schijten in de broek als dit... Sowieso. Ik maak er wat moois van. Let op. Hier komt nog een bochtje. Dit vereist concentratie, jongens. Sorry dat ik niet altijd commentaar geef. Oké, laat ik hem hier sluiten. Of afdalen, zeg maar. Met een kleine spirale bocht. Gaat natuurlijk weer niet werken, dit. Dat zou je geloven, hè? Kijk, hier heeft hij wel vaart. Zie je, nu gaat hij echt keihard in één keer. Logic. Ik pas de baan nog een beetje aan, jongens. Het wordt een wat grotere kinderachtbaan dan ik dacht. Oh, dat haalt hij weer niet. Zou je net zien. Kijken tot hoever die nu komt. Aangezien die best wel aardig wat speed heeft. Ik weet niet of hij dat gaat halen, dit. Wow, dit wordt nog best wel een grote coaster zo, als ik het zo zie. Even kijken hoe ver hij gaat halen. Je moet altijd even je tijd ervoor nemen voor zijn achtbaan. Want dan moet natuurlijk ook weer naar het einde toe, hè. Oh, jee, hij verliest speed. Hij verliest zeker speed. Dat gaat hij nooit halen. Nee, dat gaat hij nooit halen. Wedden? Dit is al te erg. Ja, kijk, dat haalt hij nooit. Vincent. Och. Oké. We moeten dus een einde zoeken. Dat je zegt van, wauw, Vince. Dat is gaaf. Ik denk... Oh! Dat we hem gewoon lekker zo maken, jongens. Ik denk het wel. Dat dit deze layout krijgt. Dan moet deze boom weg thuis. Oh, kijk, nou, ik vind hem heel gaaf dat hij zo over die rots heen gaat. Dat ziet er nog hartstikke leuk uit. Nou, dat is allemaal goed. Misschien is het einde een beetje van moe, Vince. Moe. Maar we hebben sowieso... Ik vind dit wel een hele leuke coaster geworden. Sowieso gaan we de kleur aanpassen. Want die rode ondersteuning. Man. Wie heeft dat verzonnen? Ik niet. Je moet gelijk niet mij aankijken. Ik heb het niet verzonnen. Rode ondersteuning. Ik ga dat maken in paars. Oh nee, alsjeblieft. Nu snap ik waarom Roby altijd zegt dat ik geen kleuren mag maken in Minecraft. Oh, nee. Ook geen zwart. Ik moet even goed voorbeeld laten zien. Dit kan op zich wel. Dat is wel heel gewaagd hoor. En groen. Nee. Geen groen. Blauw. Maar dan moeten we ook, je moet ook dit aanpassen, hè? Kijk. Als dit nou eens rood maken. Kijk, dat ziet er wel heel grappig uit. Ik vind het wel leuk, deze achtbaan zo. Ik zou dit ook rood maken, denk ik. Dat je een hele... Oeh, dit is lelijk. Zwart, zo. Haalt hem ook net, zie je het? Oh, vet. Ja, goed genoeg. Dit is goed genoeg. Voor de kindertjes is dit goed genoeg. Ik ga er zo in zitten. Dan kun je kijken hoe dat eruit ziet. Zo. Ik maak nog geen overdekt stationnetje. Dat ga ik wel doen. In deze aflevering. Wauw, Vince. Dat moet nou niet gek worden. Ik ga eens kijken. Ik ga een vloertje maken. Nou, ik heb hier een floor. En die floor maken wij dus lekker... Kijken. Ik denk dat we dat wel... Ja, we maken dat gewoon één breed aan alle kanten. Ik schop het heel breed, zie je het? Kijk, en dan maken we dit ook nog aan vast zo. Dit hoort ook nog bij het station. Dat heb ik geomcirkeld met floor. Dan pakken wij twee van die portalen. Of wordt dat dan heel erg afgesloten? Oh, moeilijk dit. Nee, ik vind het er wel leuk uitzien. Nou, dan pakken wij muren. Hebben wij nog een muurtje hier? Ja hoor. Maar is dit een wal? Ja, een grotere wal. Dan hebben we nog een grotere wal? Nee, we moeten met deze doen. Oké, even kijken of die aan de goede kant is gebouwd. Ja, in één keer goed. Wauw, Vince. Je boekt vooruitgang.
dit gaat weg, anders komt het niet mooi overuit. Zo. Zo. Dan maken we deze ook twee hoog. Zo, we hebben al een beetje een vorm. Het wordt een klein, het wordt echt een vierkant blok hoor. Het wordt echt een blok. Misschien kunnen we dat dan zo aanpassen. Maar over het algemeen wordt dit wel een best vierkant blok. Zo. Zo. Oké. Nou moeten we nog een dakje opmaken. Maar ook zijn de raampjes ontzettend leuk om erin te plaatsen. Dus wat wij kijken is deze window. Deze prachtige window. Window 7. Gaan we erin doen. Kijk. We doen er daar nog één. We doen er daar nog één. Nou, dat ziet er leuk uit, jongens. En dan maken we even snel een pad eraan vast. Zodat mensen al lekker kunnen komen naar die attractie. Van, oh, nou zeg. Nou hebben we het gezien, hoor. Nou hebben we het gezien, hoor. Zo, huppakee. We kunnen hem alvast openen. Ik ga gewoon het park gewoon weer even play doen, zo. En ik doe deze openen. Dan kunnen mensen alvast in deze attractie. Want, en ik heb trouwens nog steeds niet de kikker oogjes aangepast. Maar dat doe ik ook nog even snel. Deze kikker krijgt namelijk, wordt een rood. Oh jee, dit is een pad. Nee, daar wil ik niet aan zitten. Alhoewel, ik denk dat dit er wel heel leuk uitziet. Bruin? Nee, Vince. Geel. Leuk, vrolijk. Het past niet bij elkaar, maar dat maakt niet uit. We gaan even om de karretjes. En de karretjes maken wij gewoon rood, want er wordt een keverachtbaantje. Met geel. En je raadt het al, met geel. Zo, hartstikke leuk. En er gaat al iemand in. Een volwassen vent. Een volwassen vrouw. Sorry, excuus. U had die dingen voor hangen. Kijk, en die vrouw gaat er gelijk in. Ze betaalt er gelijk grof geld voor. En ze zit gelijk vooraan. Jongens, jongens. Wat een uitdaging, hoor. Je weet het. Altijd achteraan zitten bij een achtbaan, hè? Nou, kijk. Ze zit erin, hoor. Fantastisch. We gaan er zo ook in zitten. Als mijn station af is, gaan wij erin. Nu ben ik mijn set kwijt. Shit. Welke set hadden wij? Even loeren. De Ralph's View. Nieuw castle. Nou, dan weet u dat ook gelijk. Ik maak er maar gelijk een kastelen muur van. Maak een klein kasteeltje ervan. Ik weet niet wat het met het thema doet. Niet veel. Het is heel raar dat ik ineens dat thema erin doe. En deze muur is niet goed. Zie je het? Dat heb ik al niet goed gedaan. Stoute Vince. Zo, die vrouw loopt te gillen. Hoor je dat? Jeetje. Het is maar een kinderachtbaan. Kom op, hé. Ga je toch niet gillen? Dat zal wel mij leren. Nou, maak hier van die deurtjes in. Kan dat er nog? Kunnen die deurtjes erin? Kijken. Nee, deur 1. Nee, die gaan er doorheen. Zie je, die gaat er gewoon keihard doorheen. Jammer dit. Nou, dit ziet er wel leuk uit, zo. En dan maken we van die gothic lampjes. Heet dat gothic lampjes? Gothic lampjes. Oké, een paar gothic lampjes eraan. Hier een lampje. Een paar lampjes gewoon een beetje verspreiden, denk ik. En daar nog een gothic lampje. Kunnen we die nog eentje plaatsen? Nee. Oké, dat waren de gothic lampjes. Nou, leuk. We hebben nog een plafond nodig. Dus een roof. Roof flat. Oké, dan maak ik dat even van bruin ook. En dan vullen we dat zo als een dak. Beetje ugly, maar het gaat om de voorkant, hè? Zo. En zo maken wij dan een simpel gebouwtje. Ik weet dat die muren niet mooi zijn. Ik wil ze wel even fixen, want ik vind het er niet uitzien. En dan fixen we ook gelijk dit. Maar dat ziet heel onrealistisch uit als je hier allemaal van die tunnel, zo'n tunnel gaat doen. Het ziet er denk ik heel raar uit. Kijk hoor. Nee, dat kan wel zo. Ik denk wel dat we dit kunnen doen trouwens. Yay! De enthousiaste mensen hier in het park. Zo. En hier nog eentje zo. Hoppakee. Oké, de trein zit vol. Kunnen we er snel nog in? We gaan er gewoon snel in, jongens. Daar gaan we. In de volle car. Dan gaan we achteraan zitten. Oh, shit. Shit. Het gaat niet meer. Nee. Ja. Achteraan. Je zit niet helemaal achteraan. Nou, niet slecht, toch? Voor een kinderachtbaan, hè?
Nou, de tweede keer omhoog. Zonnetje. Zo, jeetje. Einde is leuk over die rotsen. Ik vind het heerlijk, jongens. Oh, de autootjes. Oh, de einde, joh. Met die knikken. Dat is wel leuk. Raar dat ik nog steeds naar buiten kan kijken. Dat is magisch. Je kan wel door het plafond heen kijken. Dat is apart. Nou, die heb ik naar zijn zin, zag je dat? Goeie reacties. Ik ga alleen nog een paar bomen plaatsen, want ik vind het nog een beetje kaal hier. En dan ga ik vooral denken aan bloemetjes en bloemetjes. Al mooie fleuren en graslight. Oeh, dat ziet er ook leuk uit. Hier een beetje graslight plaatsen zo. Huppakee. Roosjes. Roosjes mogen niet ontbreken. De Boomstamrivier blijven de deuren gesloten. Wat is aan de hand? In Boomstamrivier 1 blijven de deuren gesloten. Nou hè? Maakt het niet uit. Zo. Ik neem gelijk dit veld mee, want hier staan ook nog weinig roosjes. Linda, Roos, Jessica natuurlijk. Zo. Een paar bloemetjes. En dan gaan we dat zo opfleuren met van die... even kijken, van die bosjes. Nu pakken we de bosjes erbij. En ik pak altijd dat volle bosje, hè? Dat weten jullie inmiddels. Even kijken waar die staat. De kleine gele heg is wel een aardige. Maar deze heb ik het over de struik. De kleine... Heet het gele struik? Nee, de kleine groene struik. Dat is natuurlijk ook een groene struik. Oké, daar vullen we wat dingen mee op hier. Wat... Zo, hoppakee. Ik zou hier niet grote bomen neer gaan zetten, want hier is het al aardig bebost, zie ik. Hier kunnen we nog een paar bosjes neerzetten, zo. Daar kunnen we nog wat voor deze attractie ook. Die staat er ook al een tijdje, dat attractietje. Nou, tof. We hebben een achtbaan neergezet. En zo, ik sla mijn spel gelijk op, want zo hebben we weer een mooie attractie erbij. Hoppakee. Even uitzoomen, jongens. Dat ziet er leuk uit. Je hebt het prijs gewonnen. Mooiste. Ik heb mooiste. Een prijs gewonnen mooiste. Ja, wat mooiste? Mooiste achtbaan. Mooiste kinderachtbaan misschien wel. Ik weet het niet. Ik vind hem wel leuk staan, die achtbaan, zeg. Hier. Lekker compact. Ja, ik vind hem leuk staan. Ik vind hem leuk. We hebben... Good job, jongens. Good job. We gaan nog even verder kijken, want we kunnen hier nog wel een attractie. Ik wil nog wel zo'n flat ride. Zo'n flat ride scoort. Ik wil hier nog wat decor bij zetten, denk ik. Want ik vind hem een beetje kaal zo, weet je. De bomen doen het hem. Maar nee, ik ga er gewoon een leuke sfeer aan zetten. Zo, ik zet tonnetjes neer. En ik zet ook een paar kratjes neer zo, in de hoek. Dat is wel leuk zo. Zo. Uitkijken dat hij niet raakt. Zo, zet je ze altijd in het hoekje zo. Zo. Een paar in het hoekje neerzetten. En dan gaan we die grond ook gelijk anders maken dan dat pad. Dan maken we er gelijk wat anders van. Zo. Gerepareerd. Mooi zo. Ik neem aan, ik heb 25.000 monteurs. Dus dat zal inderdaad wel goed moeten komen. Even kijken. Pierre. Dan moet ik het weer anders. Die mensen zijn enthousiast over deze attractie. Moet je kijken, man. Die gillen en die springen en die doen van alles, joh. Ja, we zijn blij, ik hoor het. Ik ga dit ga ik pakken, zo. Deze is te groot. Deze muur pak ik en die zet ik er tegenaan. Zo. En die zet ik ook aan de andere kant er tegenaan. Zo. Dan is het een beetje beschut, dan blijft het een hele leuke gethematiseerde attractie, vind ik zelf. Daar kunnen we een klein dakje van maken, dus wat we kunnen doen is... Zo laten, maar dat vind ik kaal. We kunnen hier een huisje van maken van 2 breed. Goed idee, Vince! Dankjewel. Ik laat zo zien, als je nog niet begrijpt wat ik van plan ben. Dus ik moet een paar bomen sneuvelen. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Hoppakee. Dan haal ik gewoon lekker weg. Het moet wel leuker aan uitzien, hè? Als je daar zegt van Vince, het staat niet, haal ik het gewoon weer weg. Zo. Zo. Deze gaat toch hier natuurlijk, want we moeten dat riggeltje afmaken. Zo. Deze bomen gaan we ook sneuvelen. Allemaal weg. Zo. Oké.
kijken of dit de goede was. Nee, dat was niet de goede. Zo. En hoppakee. En dan maken we daarop maken we een. Even kijken waar die staat. Hij moet er ergens staan, denk ik. Het was het dakje, namelijk het schuine dakje. Al die objecten. Je bent gewoon bijna 20 minuten bezig met scrollen van je muis. Wil je eerder dat je wat hebt gedaan maakt? Kijk, is dit niet. Oh, dit is wel heel lelijk. Deze is heel vlak. Hebben we niet toch een wat schuine dak nog? Kom op, jongens, we hebben toch wel een schuine dak. Even kijken. Hier, ik zie hier wat. Roef 1. Nee, roef 1 moeten we niet. Dit is die corner, dat is lelijk. We moeten er wat groter hebben. Grotere daakjes. We hebben ze niet. Jongen, jongen. Nou, dan pak ik wel wat anders. Hebben we hier nog wat? Ik denk niet dat dat eruit gaat zien. Ik denk niet dat dat blok eruit gaat zien. Zo. Nou ja, dat kunnen we proberen. Het is niet echt heel lelijk of zo, maar ik vind het niet een dak. Ik vind het meer een blok. En we geen mooi dakje, jongens. Nou, daar ga ik volgende keer wel naar kijken, want het duurt te lang. Anders moet ik zoveel gaan scrollen en zit jullie ook niet op te wachten. Maar het idee was dat je een soort van huisje kreeg gethematiseerd in wat hout. Het begon leuk, maar het is lastig om het te voltooien. Ik wil hier nog een flat ride maken hier zo. Voordat we de video eindigen. En dan gaan we even kijken wat voor keuze we hebben aan flat rides. En wat we nog niet in het park hebben staan. Even kijken, wat hebben we allemaal? Het spookhuis, hadden we die al staan? Want ik vind dat altijd wel gaaf. Volgens mij hebben we dit spookhuis nog niet staan in het park. Nou, YOLO. Ik geloof niet dat die ergens staat. Want hier hadden we namelijk een funhuis staan. Dat is het sowieso niet. De zweefmolen hebben we. We hebben de midgetsgolf, de wildwaterbaan. Nee, we hebben nog geen spookhuis. Nou, dat is leuk om dat zo hier neer te zetten. Een beetje droog, dus ik wou hier nog wat spooky thema aangeven. Dus ik vind even de dingen, spooky thema's vind ik alleen aan. En dan vind ik gelijk de schedeltjes. Vind ik een beetje triest om daar schedeltjes neer te zetten. Weet je wel, oh shit, that's it. Nee, ik wil echt een begraafplaats maken. Dus laten we gewoon wat graven neerzetten hier bij dit enge stukje. Dat dit allemaal bij deze attractie hoort. En misschien kunnen we een paar zombiehanden eraan uit laten steken, jongens. En daar nog een zombiehand aan de rechterkant. Zo, huppakee. En wat skelettenhoofdjes hier. Beetje verspreiden zo. En misschien komen daar wat spookjes zo. Wat creepy. En een paar bomen natuurlijk, want die horen bij dat thema. En die bomen, die hebben ogen. En die zien alles wat jij doet als jij langsloopt. Dus kleine kinderen gelieven niet hier te komen. Bij dit enge, gethematiseerde stuk. Twee grafstenen. Voor de molen natuurlijk ook wat grafstenen. En wat dacht je van? Kijk eens even, jongens. Daar schrik je toch de ballen van? Moet je kijken, man. Hier nog een paar van die graven ertussen zo. Van die grafsteentjes. Lijkt het wel wat voller graf. Zo, en dan gaan we natuurlijk ook de grond aanpassen. Want dat is het belangrijkste bij zo'n... Ja, bij zoiets. Even kijken. Hebben we nog een galg die we neer kunnen zetten? Het wordt wel erg druk hier. Maar dat maakt het wel geestig. Snap je? Ik denk dat ik eventjes de grond gebruik van leemetbarsten. De leemetbarsten. En waarom? Dat geeft een beetje een creepy gevoel, vind ik zelf. Ik zou ook een beetje modder gaan gebruiken er tussendoor. Want het modder, het zand is natuurlijk wel een beetje altijd creepy idee, altijd. En ik maak het ook een beetje zacht zand, zo. Nou, en dan hebben we wel een beetje een leuk stukje hier. En dat wil ik zo afschermen met bomen. Eens even kijken, we hebben nog wat vleermuizenstruiken. Die wil ik ook wat verspreiden als bosje. Ertussen zo. Wat is Fleurs? Wat is Fleurs? Oh, dat zijn creepy bomen. Nou ja, creepy, dat zijn hele vieze struikjes dit. Kijk nou. En geen verwelkte tulpen. Nou, die zien er best wel vrolijk uit. Oeh, wat een wit vies bosje. Hartstikke plantjes in dit, zeg. Oké, die moet ik gaan onthouden, jongens. Mag niet te vrolijk worden, dus ik wil niet te veel kleur erin gaan verwerken. Dus daarom pak ik ook gelijk die keiharde boomstronk hier zo. Huppakee. En wat zouden we doen als heg? Nou, er is niet echt een heg meer. Dus ik pak ook eigenlijk een piratenthema hegje. Daar kunnen we wel wat van pakken, denk ik. Bomen. Hebben we trouwens enge bomen? Even kijken. Enge bomen. Ja. Die kunnen we op de achterkant zetten zo hier. Kijk, hebben we nog meer de grote iep hebben? Die vervang ik gewoon deze. Grote iepbomen, zo. Die zet ik neer. En deze bomen, die grote, die wil ik ook neerzetten, zo.
Doe ik allemaal claimen hier in dit gebied. En afsluiten met het hele creepy, vieze hechtje. Zo. Ik kan hem niet overal plaatsen, omdat die grafstenen er soms tussen zitten. Dat is wel een beetje jammer. Zo, en die, ik doe gewoon random, doe ik ze even inzetten hier. Dat het een beetje een gebied is hier zo, aan het worden. Zo. Zo. En hier nog een beetje zo. Kijk, dan hebben we een beetje een spookachtig gebied gemaakt hier. Nou, dat is hartstikke leuk voor die kleine kinderen. Die schrikken zich helemaal wezenloos. En dan wil ik nog de nachtmerrie-ieps. Wil ik hier een beetje achter zetten zo. Daar niet op een pad. Daar komt een pad, Vincent. Daar mag je niet zo'n ding in neerzetten. En deze ook nog. Zet ik ook een beetje random neer. Zo, dat het een beetje afschuwt. Zo. Oeh, wat een creepy stukje dit. Leuk gethematiseerd trouwens. Daar kunnen mensen ze een lol op doen. Zo, nou dat was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Geef vooral een groen duimpje. En we gaan volgende keer verder met het park. Wat nog verder gethematiseerd wordt. Ik zeg, salute!